We staan hier voor het pand van Addy van de Krommenakker in het prachtige stadje Graven. Ja, het is een monumentaal pand. Vroeger zaten hier drie notarissen. Het stamt uit 1865. Voorheen was het dan alleen dit pand en daarna kwam dus de tuinkamer. En er heeft ook nog zelfs een bierbrouwerij ingezeten. En nu is Addy van de Krommenakker hier. Die heeft zich hier gevestigd. Het is een aanwinst voor de stad. Zullen we even naar binnen kijken? Want hier gaat het vanavond gebeuren. De grande opening. En ik kan je verklappen, het ziet eruit als een paleis. Hoe gaat het met je, Mariska? Nou, bij mij gaat het heel erg goed zelfs. Ja? Ja. Wat vind je van dit prachtige pand? Ik ben zo verschrikkelijk overweldigd, want ik vind het zo ongelooflijk mooi. Addy, heb je heel even tijd? Ja, natuurlijk. Tenzij er weer nieuwe gasten komen, dan loop ik gewoon even weg. Allereerst van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe pand hier. Prachtig monumentaal pand in Graven. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat heel goed. Hè? Dit is natuurlijk fantastisch, een opening en dan in zo'n pand. En ik heb zo hard moeten werken, maar nu, vandaag is het zover en daar ben ik blij om. Ja, de glazen worden hier goed gevuld hier voor de opening van Addy van de Krommenakker. Ja, jullie blijven maar schenken, hè? Ja, er wordt goed gedronken vandaag. Ja, maar goed, we hebben genoeg voorraad volgens mij. Zeker. Succes, mannen. Wat vind je het allerleukste aan Addy? Wat ik het allerleukste vind, dat hij eigenlijk altijd vol respect is naar je toe. Lief altijd, altijd aardig. Ja, het is gewoon een bijzondere man, dat zou ik zeggen, ja. Dat zeg je heel mooi. En dat is natuurlijk Addy ook, hè. Iedereen is gesteld op Addy. En daarom zijn er ook zoveel mensen hier vanavond gekomen voor de opening. Geniet van je avond, Marijke. En leuk je weer te zien. Dankjewel. Je woont hier ook echt in Graven, hè? Ja, vind ik ook superleuk. En iedere dag zie ik de boten voorbij komen, dus dat vind ik fantastisch. Je hebt een prachtig uitzicht op de Maas. Ja. En ga je Nuland niet missen? Natuurlijk wel, Marijke ga ik missen. Maar dit is natuurlijk, nu is er toch wel rust. Want op en neer naar Nuland, het is ook heel veel. Dus ik ga me nu concentreren op Graven. Ik wens je heel veel succes en geniet van jouw opening. Die is wel verdiend. Dankjewel. Ja, en naast me staat Peter. Peter, wat verwacht je van Addy hier en wat doet eigenlijk Addy voor Graven? Kan je dat als eerste vertellen? Nou, sowieso is het een hele toffe kerel, dus dat begint het al mee. En in Graven hebben we graag toffe kerels. In ieder geval mensen dus die iets hebben met de omgeving en dat heeft Addy. Want hij zegt, elke dag loop ik even naar de Maas om te kijken. Addy geeft natuurlijk cachet aan Graven en met Niedum samen trekken ze weer een ander soort publiek. Ja, die we graag ontvangen. Dus we zijn heel blij met Addy in Graven. Ja. Wat vind je van Addy en wat kunnen we, denk je, van Addy verwachten? Nog meer? Ik vind allereerst een heel mooi, dat mooie move weer. Want elke keer verrast hij weer. Dus, en ik denk dat het ook aangesluiten straks in zijn verdere werk en zijn collecties. Dus op mijn manier bewonder ik zijn werk. Absoluut. Nou, ik wens je heel veel succes en natuurlijk dank je wel voor je woorden en voor je komst. We gaan genieten vanavond. Absoluut. Wat kan je verwachten van Addy van de toekomst, Lianne? Ik verwacht heel veel van Addy. Hij heeft zoveel energie. Hij heeft zoveel plannen. Het is zo leuk om hem zo mee te maken. Ik denk dat we nog heel lang wat van Addy blijven horen.